En de Saronbrug is vandaag weer opengesteld. De brug was 17 dagen wegens herstelwerkzaamheden gesloten nadat een met zand beladen truck een steunpilaar had beschadigd. De bedoeling was dat de Saronbrug maandag of uiterlijk woensdag weer toegankelijk zou zijn voor verkeer, maar de werkzaamheden namen meer tijd in beslag. De pilaar moest namelijk ook uit het buitenland worden ingevoerd. Nadat de Saronbrug werd aangereden en gesloten was, ontstonden enorme files op de brug bij de Van het Hogerhuisstraat en die van de Koesewijn. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie deed er alles aan de brug voor de start van het nieuwe schooljaar op 2 oktober open te stellen vanwege toenemende verkeersdrukte.